Dit is een bespreking van het tweede stukje van Opus Condita 26, paragraaf 11. In het voorafgaande hebben we gelezen dat de Puniërs de moed verliezen om Rome nog ooit te kunnen innemen, omdat er elke keer als ze slag willen leveren er een enorm noodweer uitbreekt. Livius stelt de Puniërs, de Carthagers, voor als zo bijgelovig dat zij geloven dat het hen door de goden niet gegeven is om deze stad in te nemen. In het stukje wat nu nog volgt, noemt Livius nog een aantal andere redenen voor Hannibal om de moed maar op te geven. Deze tekst gaat dus over het verminderen van de hoop van Hannibal. De Minoeren spem, dat is het onderwerp waar deze zin over gaat. Minoer is een infinitivus historicus. Die moet je vertalen alsof het een imperfectum is. Dus er waren onderwerp van dat minoere spem. Dat zijn duai aliai res. Twee andere zaken. Die verminderden ook de hoop van hem, van Hannibal dus. En tussen die twee andere zaken in staat een kleine en een grote zaak. En dan staat hier de grote, eerst wordt de belangrijke reden genoemd en hier in die hele lange zin de kleine reden. En dan staat de grote reden is die, dat en dan komt de inhoud ervan. En de kleine reden echter, dat is de reden, quod, nog een keer dat. Zo zit die zin in grote lijnen in elkaar. Dus de eerste grote reden, die was dat. En dan komt er eerst weer een bijzin met cum, toen hij zelf bij de muren van de stad Rome gewapend aan het zitten was, zat af te wachten. Dus op het moment dat Hannibal Rome aan het belegeren was, is een belangrijke reden om de moed te verliezen. Dat hij had gehoord, audiit, van dat audiit hangt weer af een ACI, milites profectos, dat er soldaten vertrokken waren. Onder vaandels, dus met in reguliere opstelling, onder vaandels in supplementum tot hulp van Spanje. Dat staat er letterlijk. Dus terwijl Rome belegerd wordt, heeft Hannibal gehoord, sturen de Romeinen doodleuk versterkingen naar Spanje. Dat geeft de mensen natuurlijk geen moed. De Romeinen stralen daarmee uit dat zij best nog wat soldaten kunnen missen tijdens die belegering. Dat is de magna res, de grote reden waarom Hannibal de hoop verliest. Vervolgens wordt er nog een kleintje genoemd, een kleine zaak. Dat is echter dat gedurende die dagen, dus in de tijd van de belegering, en dan eerst weer dat van dat quod, dat quod hangt af cognitum est, dat is vernomen door Hannibal uiteraard, ex een captivo van een krijgsgevangene. Quodam betekent een of andere, van een of andere krijgsgevangene, is vernomen. En van dat cognitum est hangt opnieuw een ACI af. En die is eum agrum venisse, dat die akker verkocht is. Venisse komt hier niet van venieren komen, maar van venieren. En dat is verkopen. Of verkocht worden. Dus dat land verkocht werd. Dat eum dat verwijst vooruit naar de bijzin. Die begint met in quo. Dus dat land verkocht is, forte toevallig, waarop hij zelf zijn legerkamp had. Dus in Rome wordt doodleuk het land verkocht waar Hannibal zijn legerkamp op heeft staan. He, ook dat straalt uit dat die Romeinen helemaal niet denken dat Hannibal ooit Rome zal innemen en doet Hannibal de moed verliezen. Even organiseren deze zin, dus de kleine reden, dat is echter dat gedurende die dagen cognitum est vernomen is van een of andere krijgsgevangene, dat land verkocht is, toevallig, waarop hij zelf zijn legerkamp had. En dan dat verkocht is pretio voor een prijs, met een prijs die nihil diminuto was, die helemaal niet verminderd was op it, vanwege dit, om die reden, dat Hannibal daar dat legerkamp had staan. Dus die prijs, zelfs de prijs,
daar heeft een vijandse legerkamp op staan. Dat heeft geen enkele invloed op de prijs, heeft Hannibal gehoord van die krijgsgevangenen. Dit pas echt, vero betekent werkelijk of pas echt, ik ben het vergeten te vertalen hiernaast. Dit pas echt, visum est moet je aanvullen, is geschenen aan hem, is natuurlijk de bedoeling. Dat leek Hannibal pas echt. Adeo ut zo arrogant en onwaardig en misplaatst. Wat precies, hè, daar staat hier de inhoud van. Dus vanaf hier begint de inhoud van dat it. Wat is het, wat scheen hem nou zo arrogant? Dat van die grond die hij zelf door oorlog ingenomen bezat en had, dat staat er allemaal letterlijk, dat van die grond inventum emptora, inventum moet je essa aanvullen, dat er een koper, een emptor, gevonden was in Rome. Dus het scheen hem zo arrogant dat er van die grond waar hij zelf dat legerkamp had staan en die hij veroverd had, dat voor die grond in Rome een koper gevonden was. Dat scheen hem zo arrogant dat. En dan komt een ablativus absolutus. Ex templo betekent meteen, terstond, onmiddellijk. Dat hij onmiddellijk iets deed. Wat deed hij? Hij deed twee dingen. Het eerste staat in de ablativus absolutus. Een veilingmeester, dat is een praeco, dat is iemand die bij afslag dingen verkoopt. Dat een veilingmeester geroepen zijnde. Dus hij roept eerst een veilingmeester. En dat hij dan vervolgens beveelt, het scheen hem zo arrogant, dat hij beveelt na een veilingmeester geroepen te hebben. En dan van dat bevel hangt weer af van ACI, dat de wisselbanken, letterlijk de zilverwinkeltjes, de tabernae argentariae, dat de zilverwinkeltjes verkocht werden. Venieren betekent die weer verkocht worden. Dus hij roept een veilingmeester en hij verkoopt de zilverwinkeltjes. Welke zilverwinkeltjes? Dat staat erachter. Die waren, quae essent, rondom het Forum Romanum. Dus Hannibal die verkoopt dan, als jullie de grond kunnen verkopen waar mijn legerkamp op staat, dan kan ik midden in jullie stad een stuk grond verkopen. Hij verkoopt dus een gedeelte van het Forum Romanum. His motis. His verwijst natuurlijk terug naar die grote en die kleine oorzaak. De Romeinen hebben troepen naar Spanje gestuurd en de grond waarop het legerkamp van Hannibal staat wordt doodleuk verkocht. Door deze dingen onder de indruk, bewogen, letterlijk, onder de indruk van die twee dingen. Retulit van re ferre, terugbrengen, bracht hij terug. Leidend voorwerp is Castra, zijn legerkamp, waarheen ad tutiam, na de Tutia, dat is een fluvium naar de rivier de Tutia. En dan staat er nog hoe ver van de stad. Sex betekent 6. Duizenden van stappen staat er letterlijk. 6 mijl ab urbe. Dus Hannibal trekt zijn legerkamp terug van de stad. Hij legt zich erbij neer dat het niet gaat gebeuren.